Heb je ooit met zoveel voorsprong gewonnen? Het was een. Het was even afwachten hoe de sprint was natuurlijk. Maar ik had voor mij een mooie voorsprong en dat geeft wel weer een goed gevoel. Hoe lastig was het voor jou om nu met deze wedstrijd met toch wel druk te starten? Was er helemaal geen sprake van? Nou, meer druk had ik op het NK natuurlijk. Dus daar moet je ook mee leren omgaan. En dat, dat gaat me best wel goed af. En vandaag wisten we dat het heel moeilijk ging worden om te controleren. Maar gelukkig kregen we hulp van wat andere ploegen. En dat, op het laatste hebben we gewoon een hele goede lead-out gedaan. Kwamen als 1 en 2 door de laatste bocht. En dan zo af te maken, dat geeft een supergevoel. Ja, het deed een beetje zoals Usain Bolt het op de Olympische Spelen deed. Je kon gewoon nog opzij kijken. Ja, klopt. Nee, het was even afwachten hoe de sprintsnelheid zou zijn. En die was eigenlijk boven verwachting goed eigenlijk. En een hele mooie sprint eruit kunnen halen. En dat geeft wel heel veel vertrouwen, ja. Heb je nog twijfels gehad na de Tour hoe het met die vorm nu zou zijn? Ja, ik heb natuurlijk best wat criteriums gereden en het is natuurlijk even afwachten met de trainingen omdat je toch wat rust hebt gehad. Maar je hebt 3 weken daar bergop gefietst en dan is het nog eigenlijk mooi dat het zo kan uitlopen. Hoe ziet nu de rest van jouw seizoen eruit? Ik rijd nu zondag Hamburg, dan ga ik naar de Ronde van Engeland en dan de Eneco Tour.